De Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft vandaag haar nieuwe Flight Entertainment System geïntroduceerd. Op de vlucht vanuit Amsterdam is in de Business en de Comfort Class van de Airbus A330 het nieuwe systeem uitgeprobeerd. Dit zegt SLM-directeur Robbie Lachmisien. Volgens hem is de feedback die hij heeft ontvangen over dit systeem zeer gunstig. Zijn positief. En waarom hebben we het gedaan? Omdat u weet, bij de introductie van ieder nieuw systeem er kinderziektes kunnen zijn. In dit geval bijvoorbeeld dat, hoe de passagiers ermee omgaan en hoe de cabinebemanning ook ermee omgaat en opvangt, mochten er vragen zijn. Waarom hebben we het dan in dit klein stukje van het vliegtuig gedaan? Want stel dat er plotseling dingen gebeuren in het hele vliegtuig, dan komen misschien handen tekort. En dat wilden we niet. Dus kinderziektes krijg je altijd bij de introductie van nieuwe systemen, nieuwe situaties. Lachmisien zegt dat er vanaf vandaag meer aandacht besteed zal worden aan dit systeem dat belangrijk is voor de toekomst van de SLM. Het bedrijf heeft volgens hem het meest moderne systeem aangeschaft, namelijk een iPad met de nieuwste films en muziek en veel Surinaamse content. Volgens de SLM-directeur gaat het in luchtvaarttermen gesproken in een stijgende lijn met de National Carrier. U weet dat het vervoer in zijn totaliteit is afgenomen op Suriname. En in die afname is er meer afname geweest bij de SLM. De KLM heeft vanwege haar concurrentiepositie onder andere de in-flight en de zogenaamde slechte naam die de SLM heeft met vertragingen, laten we dat niet, dat zegt men. Bij ons gaat het, en u vraagt dit op 7 juni, u weet het, ik heb het meegemaakt, ik weet wat het allemaal betekent. Ik wil dit nooit meer in mijn leven meemaken. Dus vandaar dat ik ook in mijn vorige periode als directeur van de SLM, in mijn huidige periode, heb ik gezegd, hoog. En niet alleen hoog, allerhoogste in mijn vaandel is vliegveiligheid. Als een techneut of een piloot vindt dat de machine niet veilig is, dan moeten we alles maar accepteren. Dan blijft die machine aan de grond totdat men het veilig vindt. Tot zover SLM-directeur Robbie Lachmisien. Hij sprak over de introductie van het nieuwe Entertainment Flight Service Systeem aan boord van de Airbus A330.